Vandaag wil ik jullie de reizenmobielhaven Bad Dürrheim voorstellen. Het is een hele grote, waarschijnlijk een paar honderd campers kunnen hier plaatsvinden. Maar het lijkt niet zo groot, omdat de plaatsen zelf, de camperplaatsen, over 5 verschillende terreinen verdeeld zijn. Ik laat straks de aparte terreinen even zien. Dit is het centrale punt met de receptie. Hier worden dus net broodjes opgehaald. Vanavond is hier een grill barbecue feest. Het zijn dus zoals gezegd 5 terreinen, waarvan 1 terrein hondenvrij is. En omdat Bad Dürrheim ook weer een bad is, heb je een therme, in dit geval weer een zolentherme, dus met zout water. En als je hier bent op deze plaats, op deze camperplaats, dan mag je daar gratis ingaan. Als je dus voor 3 dagen, minimaal 3 dagen, geboekt hebt. En direct bij de Kurpark is dit terrein gevestigd. Hier kun je vooral grote campers plaatsen. Ik weet niet hoeveel op plaats 1 kan. Maar ik denk maar een kleine 100 of zoiets. En dit gedeelte van de camperplaats is hondenvrij. Bad Dürrheim ligt in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Dat is wat zuidelijker in de buurt van het Schwarzwald. En dit is het 5e terrein op deze camperplaats. Wat je hier betaalt per nacht is 16 euro all in. Dus inclusieve stroom. En als je dus meer dan 3 nachten boekt, dan mag je met alle personen die in je camper zitten naar de thermen gratis. En ondanks dat hier honderden campers staan, heb je niet echt de indruk dat het heel vol is.